Informatiestation. Oh! Oh, wat je pijnlijk! We kunnen ontsnappen! Wat? What the fuck? Gebeurt hier? Is dit een bug? Wat? Wat de hel? Wat gebeurt hier? Geen voet aan dit hok! Wat? Ik vlieg de lucht in? Wat gebeurt hier? Vandaag is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Subnautica. Jullie hebben lang gewacht, het spijt me dan voor, maar ik probeer een beetje vooruitgang te krijgen in de serie. Elke dinsdag kunnen jullie nu om 7:30 een nieuwe aflevering verwachten. Met op het duimpje omhoog als jullie er zin in hebben. En daar ben ik dan, in mijn Cyclops. Want de vorige keer zeiden mensen heel vaak tegen mij: Ronald, je moet je motor uitzetten, want anders verbrut je stroom. En dat was dus blijkbaar waar. Ik had hem meteen eventjes uitgezet, hij staat nu op offline. Maar wat ik vandaag eventjes wil doen met jullie, is ook wel eventjes... Kijk hier beneden. Daar is een geheime basis, mijn geheime basis. Want vandaag wil ik ook wel eindelijk het schip betreden. Laten we eventjes naar beneden gaan. Want ik weet waarom ik de vorige keer pijn kreeg van de radioactieve straling. Ik had namelijk nog geen radioactieve helm. En als we nu eventjes naar beneden gaan, naar mijn schip hier beneden. De plop. Jullie hadden een naam bedacht. Jullie moeten ook nog eventjes een naam verzinnen voor de Cyclops. Laat achter in de reactie naar beneden. Geef me nog steeds likes. Ik heb jullie likes hard nodig. Laten we hier eventjes naar binnen gaan. Want ik heb nu eindelijk stroom. Ik denk dat ik hier mijn basis ga maken namelijk. Want op het eiland is ook wel chill. Maar je bent een beetje ver van alle Cyclops en al die dingen. Dit is trouwens mijn blob. Hij is niet mooi, hè? Ik wil hem wel in een vorm van een blobvis doen. Dan moet ik hem best even roze maken, man. Dan moet ik hem even roze maken. Dus waar kan het ook weer? Ik wil het veranderen, maar dat kan blijkbaar in één keer niet meer. Waarom kan ik dit niet veranderen? Wat stom, man! Dan maar zo. Dit is mijn Seamoth. Hij zal nu niet meer kapot gaan. Ik heb een aantal upgrades. Ik kan nu 700 meter diep. Oh. Volgens mij kan ik torpedo schieten als ik het goed heb. En ik heb een zonneoplader. Dat is ook wel handig om te hebben. Oh my god! Holy shit! Oké, dit is niet de bedoeling. Dit was hem uitgetest. Ik had hem nog niet uitgetest. Oh my god, dit is epic. Gaat dat ook nog uit of zo? Of blijft dat de hele tijd zo? Oké, het begint volgens mij al wat minder te worden. Oké, ik kan blijkbaar mensen pijn doen. Vind ik niet erg of zo. Maar wat ik vandaag wil doen, ik wil denken deze basis ietsje groter uitbreiden. Ik heb nu zonnepanelen. Mensen zeiden: Ronald, gebruik zonnepanelen. Dus hierbij heb ik nu 2 zonnepanelen toegevoegd. Maar als we eventjes naar boven gaan. Want ik wil sowieso nog naar lightpot 12. En ik wil nog naar een ander lightpot. En die is 500 meter diep. Maar we kunnen nu heel erg diep. En dat is super chill. We kunnen zo te zien 900 meter diep. Maar eerst wil ik eventjes gezellig met jullie naar de Aora. Het schip. Maar daar heb ik wel eerst eventjes wat eten nodig. En die ligt in mijn Cyclops. Dus ik neem even voor de zekerheid wat brandblussers mee. Want dat was namelijk nodig. Water en wat eten. Laten we hier naar binnen gaan. Wow! Yeah! Oh fuck. Yeah, daar gaan we. Dankjewel, mijn jongen. Dankjewel. Laten we eventjes hier naar beneden gaan. Nou, hoppakee. We gaan verder, want volgens mij moet hier dan... Waar ga ik heen? Waar... Ik wil hier naar binnen. Goed zo. Ik dacht al, wat gebeurt hier? Waar ben ik trouwens? Oh, de benedendek. Dit ken ik nog wel. Oh nee, dit is waar ik al mijn kwarts en zo heb opgeslagen. Wat ik nodig heb, is even wat drinken. Zo, we nemen even wat water mee. En we nemen eventjes wat gekookte gluurdes mee. Dat moet namelijk ook. En ik denk dat het dan nu eindelijk tijd is om dan richting de Aora te gaan. Het is nog steeds een lastige naam, maar ik doe mijn best om die naam te begrijpen. Ik doe zo mijn best. Accepteren. Laten we dan nu eindelijk gaan. Ik wil nog een keer een torpedo schieten. Wow, yeah. Ik blijf het vet vinden, jongens. Want volgens mij moeten hier toch ook wel ergens reapers zijn. Ik wil niet meer kloten met reapers. Daar sta ik niet meer op te wachten, namelijk. Zo te zien zijn we al 44 dagen levend. 44 dagen alweer? Oh my god, ik begin oud te worden, man. Oké, maar hier moeten we wel eventjes stil zijn. Want ik denk dat hier reapers zijn. Wat is dat daar? Dat is een lifepot. Oh my god, dat is een lifepot die we net nodig hebben. Is dit die lifepot die ze bedoelden? In de vorige aflevering? Laten we eventjes kijken. Is hier nergens wat te bevinden? Een no? Kunnen we hier naar binnen gaan? We hebben wat geopend. Ik heb iets gekregen. Welke lifepot is dit trouwens? Lifepot 4. Heb ik iets geopend voor lifepot 4? Ik wil wel even weer mijn Seamoth ingaan, hoor. Voordat ik word aangevallen. Goed zo, chill. Lifepot 4. Die hebben we hier volgens mij. Of is dit niet lifepot 4? Oh hier, yeah, lifepot 4. We gaan even kijken. Dit is blijkbaar de laatste foto. Die hebben we nu gedownload en geanalyseerd. Ik denk dat we daar later meer informatie over krijgen. Oké, dan hebben we die zo te zien ook al te pakken. En dan gaan we nu dan eindelijk richting het schip. Ik ben bang. Zo in onbang. Want ik denk dat hier namelijk sowieso reapers zijn. Waarom zie ik niks? Het is zo donker, man. Dat we hier kunnen betreden. Sowieso toch. Oh my god. Ik vind dit oprecht spannend. Alles trilt hier. Oh my god.
Dit vertrouw ik niet. Nee, oké, laten we even hier uitstappen. Zo, we stappen uit. En dan zijn... Oh, ik zie daar weer van die spinnetje. Dus laat ik even mijn mes er even bij pakken. Kom maar hier. Kom hier, ik ga jullie steken als jullie in de buurt... Ah, ik wist het, hè. Ik wist het. Voel dit of zo, jij, jullie stomme één-ogen spinnen. Wat kunnen we hier allemaal vinden dan? Want blijkbaar kunnen we hier ook allemaal verschillende soorten spulletjes vinden. Die we enigszins kunnen scannen. Dus ik moet mijn scanner er even bij pakken. Kan ik hier wat scannen? Zit hier wat in dat ik kan scannen? No. Zo moet hier toch wel wat zijn. Nou, blijkbaar dus niet. Laten we even kijken waar we naartoe kunnen. Dit is zo te zien lock. Kan ik hier niet iets van lezen of zo? Nee. Waar moet ik heen? En het is eindelijk weer dag geworden. Daar ben ik ook wel blij mee. En moet hier toch wel ergens een ingang zijn? Of moet ik deze kant op lopen voor een ingang? Dit lijkt er wel wat meer op. Dit is spooky, man. Oh, voorraadkist openen. Wat zit hierin? Water. Maar mijn inventaris is vol. Dus ik ga deze kant op lopen. Want dit moet dan waarschijnlijk wel de goede kant zijn. Ik hoor ondertussen echt wel de irritante spinnen mij achterna lopen, hoor. Laat me de rust of zo. Dit ziet er al wat beter uit, hoor. Volgens mij moet ik dit al als groen licht zien. Pak even een brandblusser voor de zekerheid bij. Auw. Is hier ergens een ingang of zo? We kunnen hier al helemaal langs lopen? Oh my god. Ik ben bang dat we hier niet naartoe moeten. Ik zie hier weer een voorraadkist. Wat zit hierin? Een batterij. Ik heb zelf niet echt een batterij nodig. Wow. Nog een batterij. Oeh, die zijn wel handig om te hebben, maar... Ik loop liever eerst eventjes deze kant op. Dan weten we tenminste dat daar een batterij... Oh, dan weten we tenminste dat daar een batterij is. Het is tijd om te blussen! Oh, we komen eindelijk verder, man. Wat hebben we hier allemaal? Nog een item, nog een batterij. Zoveel batterijen. Het is echt een batterijhemel. Oh. Dat is wel eng. Ik denk dat we deze kant even op gaan. Wij gaan namelijk even naar het administratiegedeelte. Misschien vinden we daar wel even leuke spulletjes. Ah! Ik stond in de brand, man. Waarom moet ik nou weer in de brand... Oh, en mijn brandstof is nu al op, hè. Gaat dit zo snel? Gaat dit echt zo snel? Moet dus wat rustig aan doen. Pakken de volgende brandblusser. Kunnen we hier even wat scannen? Sowieso moeten we hier... Informatiestation. Oh, ontvangen gegevens. Oh my god, we zijn zo goed bezig. Altijd lanceert de Aurora. Waarom is dit in het Nederlands en de rest is allemaal Engels? En een achtergelaten PDA. Die nemen we ook eventjes mee. Ontvangen gegevens om te onthouden. Even kijken, wat staat hier? 40 weken voordat we thuis zijn. 400 weken hoe het voelt voordat we thuis zijn. Niet genoeg credit. 1454 om toegang te krijgen. Voor iets. Dat is wel relaxed hoor. Ik denk dat we dan richting de vrachtruim moeten, of niet? Oh, we kunnen ook hier naar beneden. Een fragment. Een kanon. Een propulskanon. Geen flauw idee wat we daarmee kunnen, maar het is goed om te hebben. Ik pak trouwens ook even mijn zaklampen bij, zodat we even wat meer kunnen zien. Want het is best pittig donker hier hoor. Het is echt donker. Oké, laten we hier naar beneden gaan. Kunnen we hier aan de zijkant lopen? Dat kunnen we daar ook blussen, maar ik wil eerst eventjes... Nee, we gaan het eerst even blussen. Want misschien kunnen we daar wel iets vinden. Nou, het lijkt erop van niet. Zo te zien is dat dichtgebarricadeerd. Oh man, waarom moet dat weer zo nodig dichtgebarricadeerd worden? Zo stom. Vinden we hier nog spannende spulletjes of zo? We moeten hier wel naartoe. Zo kunnen we daar namelijk komen. Ik heb geen flauw idee wat ik doe. Ik ben hier ook nog nooit geweest. Spring! Woo! We survived. Het deed een beetje pijn, maar we hebben het overleefd. Oh. Zoveel dingen vallen naar beneden. Moeten we hier een code invullen? We hebben net nog een code gekregen. Waar hebben we ook alweer de code? 1454. Oké, die gaan we even. 1454. Oh, hij is geopend hoor. Halleluja. Oh. Oh my god, waar zijn we? Ik vind het oprecht spooky. Ah! Gaan we dit blussen? Want misschien kunnen we hier spulletjes vinden die we enigszins kunnen gebruiken voor onze eigen basis. Het is nooit slecht om dingen te blussen. En wat hebben we hier verder? Een voorraadskist. Wat zit hierin? Voedingsblok. Oeh. Ik heb zelf al eten bij me, dus die skippen we eventjes. Laten we hier even naar beneden springen. Want zoals ik weet, kunnen we hier wel iets vinden. Iets voor de Neptunus. Dat we uit dit planeet kunnen komen. Dat we hier weg kunnen komen. En dat wil ik wel heel graag. Ik wil terug naar mijn papa en mama. Mama! Papa, ik wil terug! Zo, even helemaal leegmaken. Pak onze zaklampen weer bij. We kunnen hier naar beneden. Gaan we dat doen? Wat hebben we hier? Een PDA, een achtergelaten PDA. Ik voel me een beetje achtergelaten in de steek, in mijn eentje. Iedereen is dood. Niemand heeft het overleefd, alleen ik. Alleen ik heb het weer overleefd. Moeten we zwemmen? Ik heb helemaal geen zin... Oké, we gaan zwemmen. We kunnen zo te zien naar de machinekamer of naar de Seamod Room. Oké, maar eerst gaan we even kijken. Kunnen we dingen repareren? Auw! Door wat werd ik aangevallen? Auw! Doe dus blijkbaar pijn. Oh my god, dat moet ik wel eventjes onthouden. Ik ben even teruggaan voor held. Wat stom dat het nou weer pijn doet, man. Is dat zo radioactief, man, dat het zelf door mijn bak heen gaat? Dat is wel naar, hoor. Dat is wel kloten. Maar we gaan dit eventjes opnieuw doen. Misschien doe ik wat verkeerds of zo. Dat kan namelijk ook zo zijn. Maar dan moeten we dit wel eventjes super snel doen. Heel snel. Ik pak eventjes mijn Sea Glider erbij, zodat we hier sneller doorheen kunnen. Woe!
Waarom doet het nu in één keer geen damage dan? Wat is dat nou stom dat het nu in één keer niet damage doet? Ik weet ook niet wat mijn pijn deed trouwens. Misschien was het een perk of zo. Of een irritante vis of zo. Oké, waar zijn we nou weer beland? Laten we even kijken. No signal. Wat moeten we hier doen? Ik zie daar wel wat kapot of zo. Heel veel mensen zeiden dat ik iets van lekken moest repareren of zo. Waarom zag ik daar net iets van scannen? Ik zie hier een scheur. Die gaan we even repareren. Want ik denk dat we dit moeten fixen. Ik weet het 100% zeker. Kunnen we pakken even onze lassen erbij. Niet mee snijden. Dit moeten wij dus inderdaad repareren. Ik heb zelf geen flauw idee waarom. Maar ik kreeg allemaal dingen van jullie. Van Ronald, je moet dat en dat allemaal repareren. Dat zal ik eventjes voor jullie fixen. Volgens mij waren het wel die vissen, hè, die me net aanvielen. Oh, misschien dat ik daarom net zoveel damage kreeg. Ja, wat vervelend, man. Zijn er meerdere scheuren die ik moet repareren? Ja, hier ook. Ah, ik wist het! Ah, sla me eraf! Oh my god, man. Ah, dat deed me dus pijn. Weet ik dat voor de volgende keer? Weet ik dat voor de volgende keer? Jij stomme, achterlijke vis. Dus ik pak alvast even mijn messen bij. Zo kan steken als in de buurt komen. Steken! Ik heb mezelf weer eventjes geheeld. Zijn er nog meer dingen die ik even moet lossen? Op jou repareer ik ook even. Ik ben vandaag Bob de Bouwer. Aantal lekken nog 8. Oké, er zijn nog 7 zo te zien. Ik denk sowieso aan die andere kant ook nog. Deze had ik bijna klaar, maar toen werd ik aangevallen door een irritante vis. Zo, deze is ook gerepareerd. Nu de volgende. Oh, ik zag weer een vis. Ik wist het. Voel dit al zo. Irritante vis. Moet ik weer healen? Oh, man. Wat een vervelende vissen, man. Ik probeer hier mezelf te redden. Maar nee, die vissen moeten weer irritant door. Altijd weer die vissen, hè. Oké, er zijn nog een paar lekken. Laat ik ook even aan de andere kant kijken. Zijn hier van de irritante vissen? Op dit moment zie ik er niet meer een. Laten hopen dat het zo blijft. En dat die vissen ons voortaan met rust laten. Zo. Nog 4 lekken. Zou dat dan deze zijn? We gaan even kijken. Misschien dat dit een totaal ander gedoe is. En nog 3 lekken. Ik zie hier nog een lekkie. Hier is een lekkie. Die gaan we even repareren. Ik heb geen vis meer gezien. Dankjewel. Waar is de allerlaatste lek? Ik denk dan hierboven. Oh, daar is weer zo'n vis hoor. Daar is weer zo'n irritante vis die me probeert te bijten. Oh, daar. Ik zie de allerlaatste lek. Gelukkig maar. Gelukkig heb ik hem gevonden. Deze gaan we even repareren. Dan hebben we volgens mij weer iets gefixt volgens mij. Of niet? Kabam! Heppakee! Geen idee wat ik aan heb gezet, maar ik heb wat gerepareerd. Ik ben wel goed, hoor. Laten we even kijken wat dit is. Er staat nog steeds geen signaal. Ik heb wat opgepakt. Wat heb ik opgepakt? Cyclops aandrijven. Wow! Oké, dat is wel handig om te hebben. Wat moeten we daarmee doen? Moeten we daar energiecellen in doen? Kan zo. Dus laten we eventjes naar de andere kant lopen. Misschien vinden we daar ook iets in. Ik hoop het zo erg. Ik ben zo bang. Het enige wat ik wil is terug naar de aarde. Ik denk dat we dan hier weg kunnen, of niet? Hoop ik tenminste. Want de radioactieve straling is gedescreased. Hopelijk heb ik het goed gedaan. Ik hoop het zo erg. En anders kom ik hier straks wel weer terug. Maar ik weet nu ook dat hier van die irritante vissen zijn die je bijten. Verdomde vissen altijd, hè? Altijd weer die verdomde vissen. Kan ik deze deur openen? Moet ik die... Gebruik een snijbrander. Die heb ik bij me. Nee, ik zag daar zo'n vis. Nee! Voel dit, irritante vis! Goed zo. Altijd mij weer bijten. Altijd mij weer pijn doen, hè? Altijd weer. Oké, gebruik een snijbrander. Oh, verzegelde deur. Gebruik een snijbrander om toegang te krijgen. Dat komt helemaal goed. Oh my god. Gaan we dit echt doen? Ga... Ik zweer het. Volgende keer maak je echt dood, hè? Volgende keer maak je dood. Als je nog één keer, dan pak ik een mes. En dan ben je er geweest. Nee! Oh my god, man. Irritante vis, ouwe. Oké, maar we zijn door. Kan ik luchthappen? Ja, dat kan ik. Ik zie hier verbanddoos. Die neem ik wel even in, hoor. Ik pak even een zaklamp erbij, zodat we hier wat kunnen zien. Even luchthappen voor de zekerheid. En dan gaan we nu onder water. We kunnen naar de Prawn Room. Maar eerst wil ik eventjes kijken of we hier wat kunnen vinden. Wat we kunnen scannen en zo. Ik zie hier niet echt wat speciaals of zo. Batterij, die nemen we wel eventjes mee. Die is handig om te hebben. Wat zit hierin? Water, oké. Laten we doorlopen, want er is hier eindelijk weer lucht. We kunnen eindelijk weer wat zien. Ik zie dat bron. Oh. Ik weet niet waar we nu zijn, maar dit ga ik even blussen, hoor. We gaan al het vuur hier even weghalen. Ik ben brandweerman Ronald. Hey Ronald, je bent helemaal geen brandweerman. Je bent een YouTuber. Je doet niks in de maatschappij. Jawel. Mensen blij. Oké, wat hebben we hier? Gebruik een lasser, oké. Laat ik weer even mijn lasser pakken. Hij is nog 28%, dus ik wil niet dat hij straks opraakt. En we kunnen nu de deur om meer brand. Oh my god, waarom is hier zoveel brand, man? Oké, waar gaan we eerst kijken? We kunnen naar boven en we kunnen hier onder water. Ik denk dat we het best eventjes naar boven kunnen. Voorraadkamer. Sowieso moet hier wel wat liggen voor mij. En sowieso moeten we hier toch ook wel wat kunnen scannen. We nemen even wat water voor de zekerheid. Want ik zie hier namelijk voedingsblokken. Die wil ik ook wel hebben. Voorraadkist en verbanddoos. Maar die hebben we wel genoeg van. We zijn nu beland in een keukentje. Oh my god. My cyclist, mijn basis, gaat sowieso een eigen restaurantje krijgen. Een restaurantje voor mezelf.
Gaat even alles hier blussen. Zo, huppakee. We zijn wel goed bezig, hoor. Kunnen we hier nu eindelijk wat scannen? Of is dat bot er een enkele boekenkast? Oh, wat leuk. Ik ga lezen na zoveel jaar. Ook al heb ik helemaal geen boek. En een counter. Oh, ik ben blij dat we eindelijk hier weer een keer zijn. Ik zie die PDA, die doen we later wel even. Volgens mij hebben wij de meeste dingen hier al, hè? Het is wel relaxed dat we de meeste dingen al hebben, hoor. Oké. Deze is op slot. Dan moeten we sowieso wat repareren. Laat ik dit brandje hier ook even blussen. Zo. Yeah. Geen brand meer bij Ronald, hoor. Ah. Oké, dat was wel brand. Ah. We kunnen weer rechts en we kunnen naar links. Nou, laten we naar rechts lopen. Cabine 7. Cabine 4. Cabine 4 ziet er wel heel erg heel uit. Een bed. Een eenpersoonsbed. Heb ik nu ook. Het is zo eenzaam als je maar eenpersoonsbed hebt. Hier ligt een PDA, een wettelijke opname. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To zero. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? Er wordt iemand gedumpt! Oh, leuk dat dit is opgenomen. Vind ik wel grappig. Draagtas. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take a... Ja, waarom zijn mensen altijd zo jaloers? I am happy for you. Het tas is wel handig om te hebben. For all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. Ontvangen gegevens. We hebben meer gegevens ontvangen. Want ik wil heel graag naar het kapiteinsgebied toe. Want daar vind je namelijk iets voor de groundsuit als ik het goed heb. Ah man, hij is weer leeg. Waarom gaat alles hier heet het leeg? Waarom denk ik dat dit pijn gaat doen? Ik zie je over... Go! Woe! Deze moeten we hebben. Ik weet dat we een code hebben. Ik weet dat we een code hebben. Oh my god, maar dat wordt wel even zoeken hoor. 2679! 2679! 2... Oké, dit ga ik eerst even openen. Ik wil even wat water hoor. 2679. Oh, en hij is geopend. Hij is geopend. We kunnen kijken. Wat zit erin? Oh, geen signaal. Informatiestation. Oh! Oh, wat pijnlijk! We kunnen ontsnappen! Miniatuur van de oude... Oh, die neem ik ook sowieso mee. Blauwe dikke tijdkopselen. Oh my god! Neptune Lounge Platform. Oh! Oh! Oh, dit maakt me zo blij! Zeg ook alsjeblieft dat we iets van een raket hebben of zo. Of we hebben dat nog niet. Oh, dit maakt me blij. Dit maakt me zo verdom blij. Hé, 2-persoonsbed! Hé, die wil ik wel hebben, hè? Weet je wat? Ik ga hier eventjes weg. Ik ga hier eventjes weg. Ik wil namelijk wel eventjes weten hoe het eruit ziet als we die Neptunus ding plaatsen. Eventjes weg. Waar is mijn Simon? Oh, mijn Simon is daar. Ik ben bang. Ik wil het rakettengedeelte even plaatsen. Oké, wegwezen hier. Voordat het helemaal weer ontploft. Laten we naar binnen gaan. Zo, goed zo. Huppakee. Super chill. Welkom op boord. Dankjewel, Cyclops. Ik hou van je. Wat? What the fuck? Gebeurt hier? Wat gebeurt er? Hè? Wat gebeurt hier? Is dit een bug? What the fuck gebeurt hier? Kan ik hem stilhouden? Wat gebeurt hier? Mijn Cyclops! Ik ga dit fixen. Dit gaat lastig worden, maar ik ga het proberen te fixen. Wat? What the hell? Wat gebeurt hier? Geen voertuig in het hok! Wat gebeurt hier? Wat? Nee! Dit moet gebeurd zijn. Ik kom hier niet eens meer uit. What the hell? Nee! Nee! Wat? Ik vlieg de lucht in? Wat? Wat gebeurt hier? Kan ik hem besturen? Nou ja zeg, wat gebeurde hier nou weer dan? Wat? Ik vloog gewoon de lucht in met mijn Cyclop! Wat? Dit is iets wat ik wil vergeten. Ik doe even mijn motor uit. Wat de hel? Mijn Seamot is daardoor kapot gegaan terwijl het een bug was. Het was een bug. Het lag niet aan mij. Ik heb volgens mij een upgrade gekregen, toch? Die voeg ik daar eventjes aan toe. Motor Fancy 300. Ik ben zo in de war. Zeg mensen bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het zelf ook raar. Mensen bedankt. Je mag als jullie meer willen. Dit was raar. Dit was heel raar. Wat moet ik doen? Ik ben in de stress. Peace jongens. Ik zeg peace for the future. Peace.